Wow. Hoi, ik ben Boy, de experimenteer-expert. En vandaag ga ik aan de slag met de vraag van Dylan. Dylan vraagt zich namelijk af waarom bankbiljetten niet stuk gaan als je ze in de wasmachine doet. Kijk, dit had ik dus vorige week. Ik heb een leuke dame ontmoet. Na veel moeite krijg ik eindelijk de telefoonnummer. Telefoonnummer opgeschreven in mijn broekzak, broek in de was. Je raadt het al. 06 niks. Terwijl in die andere broekzak zat 5 euro. Niks meer aan de hand. Dat komt omdat hier katoen in zit. Hetzelfde spul als waar dit shirt van is gemaakt. Nou, dit shirt kan in de was. Katoen kan dus in de was. En briefgeld kan dus in de was. Nou, nu hoorde ik dus laatst dat je briefgeld gewoon in de fik kan zetten zonder dat het kapot gaat. Zo sterk zou het zijn. Ik zou wel eens even willen weten hoe het zit. We gaan het uitzoeken. Daar gaan we. Oh, volgens mij gaat er iets niet goed. Huppa. Oh nee. Ah jongens, oké, dit meurt en je bent 5 euro kwijt. Dus niet nog een keer doen. Tenzij, ik weet misschien wel een trucje om wel geld in de fik te kunnen steken zonder dat het in de fik vliegt. Ik heb hier een bakje met 5 euro erin. En daar doe ik dan wat van deze spiritus bij. Dit spul is hartstikke brandbaar, dus even echt niet thuis doen. Dat ga ik vervolgens mengen met water. Ik doe ongeveer net zoveel water als spiritus erbij, zodat ik 50-50 heb. En dan gaan we nog eens kijken wat er gebeurt. Wow! Nou, een goede vlam. Ik weet niet of je hem zag. We gaan het binnen gewoon nog een keer doen. Maar het briefje is er nog. Goed, dan gaan we. Super cool. Goed, maar wat gebeurde er nou precies? De alcohol in die spiritus, die fikt en die geeft warmte af. Maar die warmte die moet eerst het water in het papiertje verdampen. En de vlammen zijn eerder uit dan dat het water in het papiertje verdampt is. Dus het papiertje staat eigenlijk nooit echt in de fik. Het is de spiritus die brandt, de alcohol daarin. Alleen het papiertje brandt eigenlijk nooit. Oké, heb jij nou ook een vlammende vraag? Typ hem even in de comments. Of mail hem naar Quest Junior en dan ga ik volgende week misschien met jouw vragen aan de slag. Vergeet niet even een dikke duim omhoog te geven en abonneer je even. Dan ben jij de eerste die mijn volgende video ziet. Later!